Hallo beste verkoper, ik ben Jan-Roel van Rhee en ik bestudeer al 25 jaar de beste verkopers. In mijn podcast over topverkopers krijg je inspiratie van de beste. Op basis van het redselingconcept selecteer ik zorgvuldig deze topverkopers voor jou. En zo wordt het elke keer weer een boeiende ontdekkingstocht met veel verkoopinspiratie. Deze aflevering zit ik rond de tafel met Francis van de Driessen van de Bayard Partnership. Correct. Zeg ik dat goed, Francis? Ja, dat is absoluut juist. Francis, welkom. Dankjewel, Jan-Roel. Fijn dat je er bent. Om je uit te nodigen. Ja. Graag gedaan. Francis, ik ken je toch al erg lang en je hebt altijd van sales gehouden. Vertel een keer, hoe ben je daarin gerold en waarom hou je zo van sales? Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Maar ik ben er in feite ingerold na mijn middelbare studies. Ja. In de tijd dat ik jong was, ik ben van 60, dus... was ik rond mijn 17, 18 jaar, toen ik mijn middelbare studies afwerkte en eigenlijk het idee had om zelfstandig iets te gaan doen. Ik had niet de gelegenheid om de grote studies te doen die mensen nu kennen. Had ik het vooraf geweten, had ik misschien een ander idee gehad. Maar ik had toen zoiets van, ja, mensen iets verkopen, met mensen praten, met mensen omgaan, dat was een grote passie toch wel van mij. En ik heb het geluk gehad eigenlijk na mijn legerdienst te kunnen beginnen bij Tandy Corporation, wat toen een... toch belangrijke hi-fi en elektronica winkelketen in België was. Ik had zelf een grote passie vooral wat met elektronica en hi-fi en die dingen te maken had. Dus ik heb de kans gekregen een, in feite te beginnen bij Tandy Corporation en binnen een paar maanden store manager te worden, mijn eigen zaak te hebben, niet franchise, maar als loontrekkend manager in feite een filiaal te starten. Ja. Daar heb ik dan in feite IT leren kennen. Ja. Want dat waren de beginselen van de IT. De TRS-80, 4K geheugen, gepassioneerd als ik was om dat te ontdekken, dat beginnen leren. En voilà, zo ben ik eigenlijk in verkoop terechtgekomen. Ja. Het eerste wat mij opvalt, hè, is hoe gepassioneerd dat je daarover vertelt. Ja. En eigenlijk is dat gewoon wat elke verkoper zou moeten kunnen uitstralen. Die passie voor zijn werk, voor zijn product ook. Ja. En ik kan me voorstellen, als je je product niet leuk vindt en er niet in gelooft, dat dat toch erg moeilijk is om te verkopen. Hè? Ik heb me altijd afgevraagd waarom mensen dingen doen tegen hun zin. Ja. En ik vraag me dat nog altijd af. Er is niks zo triest dan een niet gepassioneerde verkoper zien. Ja. Er is ook soms niks zo irritant dan een te gepassioneerde verkoper zien. Dus het is een kwestie van het midden te vinden. Ja, maar passie in elk geval hoort, mijn inziens, bij het beroep van verkoper. Ja. Als je niet een passie hebt voor het product en eigenlijk ook voor de firma waarvoor je werkt, dan begrijp ik niet waarom mensen het blijven doen. Er is keuze genoeg in de wereld. Het is een kwestie van op dat moment... even stop te zeggen en iets anders te zoeken. Ja, ik denk dat er gewoon de gewoonte is en de gouden kooi waar je misschien in zit, te goed betaald soms en dan ook blijven. Nu, je hebt heel veel verkopers ontmoet in je leven, vermoed ik. Hè? Maar ja, absoluut. Ja, ik ben eigenlijk vrij jong store manager geworden en een verantwoordelijkheid gekregen over 1 tot 2 verkopers. Ja. Ik heb gelukkig bij Tandy Corporation, want ik ben vrij autodidactisch zoals ik zei, de kans gekregen vanaf het begin van mijn loopbaan serieuze opleidingen te volgen. Ik was vrij jong getrouwd. En ik herinner mij de week dat ik getrouwd was, dat ik onmiddellijk een week was dat naar Wepion, bij de Tandy University, bij wijze van spreken, opleiding moest gaan volgen. En ja, inderdaad, ik heb zelf verkoop gedaan, maar ik heb eigenlijk al van vrij jonge leeftijd ook altijd een verantwoordelijkheid gehad over andere verkopers. Dus zonder dat pertinent te willen, maar het werd mij voorgesteld. En, zijn er ook verkopers die u bijgebleven zijn omdat ze zo goed waren of juist zo slecht waren? Of zo'n voorbeeld daarvan een keer? Absoluut. In loopbaan leert je hele goede kennen en hele slechte kennen. En eerlijk gezegd, de slechte, die relaties hebben niet zo lang geduurd omdat mensen die echt slecht waren in verkoop, ik meestal toch ook eens gesprekken mee had. En met hun afvroeg van, is dit wel het juiste beroep waar je in bezig bent? Is dat iets wat je snel afvraagt bij mensen? Of je snel je ziet dat heel, ik vind dat je dat toch vrij snel aanvoelt. Ik was al vanaf de eerste gesprekken. Soms heeft het ook wat praktijk nodig om aan te voelen. Verkopers die zichzelf heel goed kunnen verkopen. Heb je meestal een vrij goede indruk van gedurende de eerste weken, want die zijn daar goed in. Maar ja, dat hangt een beetje af van de resultaten die ze halen, de manier waarop ze met klanten omgaan, die dan toch dikwijls ook een stukje waarheid ontbloten, die wat tijd vraagt om te ontdekken. Ja, want ik merk veel bij sales managers dat ze het te lang laten duren. Ja. En is dat ook een raad die jij geeft, of is het beter om te zeggen, jongens, als je merkt dit gaat niet, neem dan relatief snel afscheid? Ik denk dat het best is om de pijn zo kort mogelijk te houden, zonder het potentieel daarmee helemaal verloren te laten gaan. Ik denk dat altijd iedereen verdient kansen. En ik denk dat de manager er ook is om mensen te ondersteunen. Maar op een gegeven moment is het verloren tijd. Voor zowel de persoon als voor het management als de klanten. En ik zou zeker niet aanraden om dat te lang te laten aanslepen, maar open gesprekken te hebben met die mensen. En ze desnoods wat advies te geven, want zo ben ik wel.
van welke richting u misschien beter kan liggen dan verkoop. Ja. In de omstandigheden dat ik verkoop deed uiteindelijk. Want, ja. Maar dat betekent eigenlijk, de basis is toch wel een goede recrutering. En je hebt altijd een kans dat dat niet goed loopt, maar dat direct na de recrutering toch snel beginnen in te schatten, gaat dit goed komen of niet goed komen, ja. Voordat je te veel tijd verspilt, te veel klanten verspilt, te veel omzet verspilt, iemand zijn talent verspilt, want ja. Mensen hebben andere talenten. Klopt. Mensen geraken gedemotiveerd, ja. Ontmoedigd, het is niet goed voor hun, ja. Niet goed voor het bedrijf, niet goed voor de klant, niet goed voor niemand. Dus eigenlijk is verkopen heel simpel, je werft een talentvolle verkoper aan, je stuurt die naar de Academy of wat ik het genoemd juist. Dat was het prille begin van mijn carrière natuurlijk. Allee, loopbaan als sales van het daar tips en tricks te leren. Maar ergens is er ook een stukje dat je in jou hebt. Hè. Ja. En ik denk een goed verkoper heeft altijd wel een stukje talent in zich. Ja. Het is een kwestie van dat verder te ontwikkelen en daar goed mee om te gaan. Mm-hmm. Ik denk, mensen hebben mij proberen te overtuigen dat je verkoop ook volledig methodisch kunt leren. Mm-hmm. Er zijn allerlei, ik ga geen namen noemen, maar boeken over geschreven om het aan te leren op een zeer analytische wijze en toe te passen. Ik sluit niet uit dat dat in bepaalde omstandigheden niet haalbaar is. Mm-hmm. Maar wat mij betreft zijn goede verkopers toch wel mensen die het wat mee hebben gekregen, een stukje talent hebben. Het is raar, want als je iemand zegt van ik ga muziek spelen voor mijn beroep, piano of viool of wat dan ook. Ja, dan zeggen mensen, jongens, je hebt talent, doe het dan niet. Ja. Maar bij verkopers zeggen ze, je kunt dat leren. Ja. En natuurlijk, ik kan ook leren piano spelen, maar ik ga nooit mijn geld ermee verdienen. Omdat ik dat niet leuk genoeg vind, niet goed genoeg kan enzovoort. En toch bij verkopers heeft men de indruk van, dat gaat toch lukken. Ja. Dat is iets raar, hè? Ja, dat is misschien wel raar, omdat mensen ook, er is een tekort aan verkopers, om te beginnen. En bedrijven weten ook niet goed wat ze precies van een verkoper verwachten. Ja, dat is wel belangrijk, hè? Dus ik denk dat een goede verkoper zijn of slechte verkoper zijn, heeft natuurlijk te maken met die imago naar de klant, maar ook met de verwachting die een bedrijf naar een verkoper stelt. Ja. Als je mensen zoekt die echt detailistisch gaan praten en meer op inhoud gaan werken, bij wijze van spreken, een bedrijf heeft nu helemaal die visie aangekweken om dat zo te doen, dan is de goede verkoper voor hun. Ja. Iemand die daar echt heel veel in detail gaat, zal waarschijnlijk minder goed kunnen afsluiten. Maar goed, ik zou zeggen, een goede verkoper, de definitie daarvan, kan al eens ruim bekeken worden. Ja, maar dat is inderdaad wat ik bij veel bedrijven merk, dat de directie die zegt, kijk, we moeten iemand hebben die goed analytisch is, detailistisch denkt, oplossingen genereert, en die zeggen, dat is een goede verkoper, want die klanten hebben dat graag. Maar aan de andere kant, als ze de deal niet rondkrijgen, dan kan die klant dat wel graag hebben, maar dan heb je uiteindelijk aan het einde van de dag niks bereikt. Je sprak over goede verkopers. Ja. Ik moet zeggen, in mijn loopbaan heb ik ontdekt dat veel goede verkopers ambiverte profielen hebben. En dat houdt in? En dat houdt in dat ze bij momenten zich bewust zijn van zichzelf, maar ook een aanpassingsvermogen hebben aan de andere partij. Ja. En daardoor al eens kunnen switchen in stijl, zonder zichzelf daarbij te verliezen. Het moet natuurlijk blijven, maar het moet te maken hebben met empathie en inlevingsvermogen. Ja. En als je dat hebt, dan noem ik dat ambivert, dan ben je misschien extravert van stijl, maar kun je extraverte stijl met momenten ook bedwingen, als het erop aankomt vragen te stellen. Ja. En ja, in verkoop werd altijd gezegd open vragen stellen. Mm-hmm. En ik denk nog altijd dat open vragen stellen een belangrijk aspect is in verkoop, maar ik noem het vooral relevante vragen stellen. En die relevante vragen zijn niet altijd pertinent open vragen. Nee, dat kan ook al eens een gesloten vraag zijn op een goed moment. Ik heb tijden meegemaakt, ik heb heel veel verkoopscursussen gevolgd in mijn loopbaan en meegevolgd met de teams. Ja. Want als het team, Tandy was het begin, ben dan uiteindelijk via KMO, IT, suppliers terechtgekomen bij Systemat. Mm-hmm. Heb daar 13 jaar management gedaan, heel veel te maken gehad met verkoop. Ja. Om uiteindelijk dan bij de Bayer Partnership terechtgekomen, 12 jaar geleden ongeveer. Mm-hmm. En in feite heb ik wel gezien dat er heel veel opleidingen zijn die je op een gegeven moment ook moet relativeren tot zijn context. Wat is de waarheid? Ik denk dat een goede verkoper die waarheid voor zichzelf voor een stuk kan plaatsen op basis van zelfkennis en verwachtingen, zowel van de opdrachtgever, het bedrijf waarvoor hij werkt, als uiteindelijk de klant aan wie hij verkoopt. Ja. 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 Ja, wat ik u hoor zeggen is vooral relevante vragen stellen ten eerste. Ja. En een relevante vraag heb ik altijd gemerkt, er zit het woord u in. Ja. Wat verwacht u? Ja. In plaats van wat moet er aan specificaties zijn van een bepaald ding dat je koopt. Ja. En dat gaat vooral over die klant. Ik bedoel, klanten willen vragen horen over zichzelf en niet over een toepassing. Is dat bij u ook zo dat je dat zo ziet? Ik denk dat het altijd belangrijk is je aan te passen, in te leven, in feite, in het waarom. Mm-hmm. Die klant uiteindelijk bij jou komt, die zoekt een oplossing voor een probleem, die zoekt een oplossing misschien voor een luxe situatie, maar die zoekt iets in elk geval. Ja. En inlevingsvermogen is wat mij betreft toch elementair om te kunnen begrijpen wat die uiteindelijk, waarmee die uiteindelijk gediend kan zijn. Ja, maar dat wil zeggen ook, hè, als ik u hoor zeggen,
De vraag stellen, dat kan iedereen nog leren. Ja. Maar dan inleven in wat het antwoord nu eigenlijk betekent, dat lijkt me toch veel moeilijker. Want iemand geeft een antwoord, wat betekent dat? Ja. En kun je daar iets mee gaan doen? En, uiteindelijk, want we zijn allebei wel wat getraind in DISC, hè, dat kleurensysteem waar je mensen in kleuren opdeelt. Je hebt daar een extraverte pool, een introverte pool, je hebt een relatiegerichte pool en een meer, laat ik zeggen, taakgerichte pool. Ja. En eigenlijk moet die verkoper dat toch allemaal wel een stuk in andere knie hebben. Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk het paradoxale. Want als je al die profielen nu hebt, dan noemen ze dat in DISC een superman profiel of een supervrouw profiel. En meestal moeten die mensen gecoacht worden voor zichzelf. Ah. Omdat ze het willen voldoen aan te veel verwachtingen. Ja. Hoe minder stijle mensen hebben in DISC, hoe meer comfortabel ze zijn. Ja. Het probleem daarmee is dat dat comfort dat je zoekt in je eigen stijl, niet altijd aansluit bij de stijl van anderen. En als je geen inlevingsvermogen hebt, dan ben je eigenlijk op jezelf aan het praten, voor je het weet. Of het nu teamwerk is, of management is, of verkopen, het komt allemaal op hetzelfde neer. Ja. Mensen worden niet gemotiveerd door hun dingen op te leggen. Mensen zijn gemotiveerd van zichzelf als de context of het product uiteindelijk overeenstemmen wat ze ervan verwachten. Ja. Als verkoper is het belangrijk dat te kunnen inschatten en een stijl te hebben die zich wat aanpast aan die persoon. Maar zoals ik het zei, je mocht er jezelf ook niet bij verliezen. Ja, klopt. DISC is voor mij een mooie. Ze zeggen altijd, don't judge the book by the cover. En DISC is wat mij betreft een stukje cover. Je kunt daarmee je gedrag in kaart brengen en een stukje meer weten over jezelf en voorkeuren voor gedrag, maar dat zegt niet alles. Ja, ja, dat is er ook wel. En wat erachter zit zijn dikwijls talenten, drijfveren, die samen met uw profiel, met uw DISC-profiel of MBTI-profiel of wat het ook zijn, uw persoonlijke ontwikkeling kunnen ondersteunen en zover u beter kunnen laten functioneren en vooral ook comfortabeler kunnen laten functioneren. Ja, dat is wel iets essentieel wat je nu meegeeft. Hè. Een model zegt maar één ding. Ja. Dat is maar één invalshoek. Want als ik inderdaad, ik zeg maar iets geel met rood ben, maar ik hou niet van verkopen en mijn passie ligt in iets anders, dan moet ik ergens anders geel en rood gaan zijn, bij wijze van spreken. Klopt. Dan moet ik op het podium gaan staan of iets, weet ik veel. Klopt, ja. En te meer het rode kan op een gegeven moment de dominantie gaan domineren in gesprek, zodanig dat de persoon niet meer de indruk heeft dat het over zijn probleem gaat, maar over jouw probleem uiteindelijk, van iets te willen verkopen. Ja. Want je wilt het absoluut afsluiten. Allee, goed. Ja. Dus, dat zegt wel iets over verkopers. Ze hebben namelijk zelf ook een probleem, ik moet verkopen. Ja. En als dat te veel naar buiten komt, dan verliest je de klant uiteindelijk. Wel, we hadden het er net over slechte verkopers. Slechte verkopers zijn mensen die vooral veel over zichzelf praten en die weten wanneer ze moeten stoppen. Je kunt dan eens iets zeggen over jezelf, maar hou dat beperkt. Het gaat hem uiteindelijk om die klant. Ja. En de vragen die moeten gesteld worden, de relevante vragen, hebben te maken met die klant. Ja. Ze zeggen altijd, ik heb zo'n ooit een principe geleerd in verkoop, wat een spin noemt. Hè. Het is een methode als een andere, maar ze is mij altijd bijgebleven, omdat je uiteindelijk ofwel een situatie analyseert, een probleem analyseert in feite. Ja. Het kan zijn dat je een implicatie analyseert. Ja. Of het kan zijn dat je bepaalde effecten, nuttige effecten, analyseert. Maar ik zeg niet dat je het altijd helemaal in je hoofd moet houden. Maar eigenlijk zouden vragen in een gesprek daarop moeten gericht zijn. Ja, en ik wou er nog één aan toevoegen bij spin. De spion, namelijk de over-opportuniteit analyseren. Ah, de spin gaat altijd over problemen, implicaties. Ja. En daar hangt zoiets zwaar negatief aan. Klopt, klopt. Ja. Dat is iets wat ik tegen spin trouwens heb, dat heel negatief gericht is. Er moet al een situatie zijn, er moet een probleem zijn, een implicatie. En dan kom ik dat even oplossen voor u. Ja, ik heb dan misschien met een zekere positieve gesteldheid of probeer het positieve van maar het is mij bijgebleven in absoluut, feite. Zoals een andere methode die ik meer dan 30 jaar geleden ondertussen geleerd, dat was DIBA, het definiëren, identificeren, bewijsvoeren en accepteren. Dat zijn eigenlijk de fases die je overal doorgaat. Moet je nu met die fases naar een klant gaan en op die manier gaan verkopen? Nee, maar het kan wel goed zijn om er eens aan herinnerd te worden met momenten, als je wat uw babbel te lang houdt of eigenlijk wat naast de context aan het praten bent. Je kunt nog moeilijk tegen de klant zeggen, sorry, je zet een fase voorop, even wachten. Ja. Voilà. Of, hij heeft dat bepaald DISC-profiel, dus dat of dat kan absoluut niet. Ja. Dus het zijn allemaal dingen die mooi de context... Het is als praten over een methode heeft weinig zin. Het gaat er eigenlijk om, de methode helpt u om uiteindelijk een einddoel te bereiken. En die methode die gebruik je in background. Het is als projectmanagers die praten over projectmethode. Niemand is daarmee gediend. Uiteindelijk willen mensen problemen opgelost zien. Maar die iets met methode voor mij, wat puur methode is, dat werkt in boekhouding voor mij. Ja. Je krijgt een factuur binnen, dat moet onder die post komen, moet je daar de BTW boeken, weet ik veel. Enfin, ik weet er niet genoeg van. Maar dat is volgens mij iets wat methodisch is. Ja. Op het moment dat je fiscalist wordt, dan moet je gaan onderzoeken waar kan ik aan de regels ontsnappen, dan zijn er geen methodes meer.
Kan er zijn methodes die helpen, maar... Het is altijd wel interessant, is dingen te lezen. Hè. Ja. Ik denk dat nieuwsgierigheid een van de zaken is, wat ik nu in de Bayer Partnership zijn we vooral bezig met projecten realiseren, programma's realiseren, veranderingsmanagement. Ja. En wat ik dikwijls ontdek in feite, is in feite goed te weten waarom dat we daar zijn, wat uiteindelijk het probleem is dat we moeten oplossen en waar we moeten zijn binnen 6-7 maanden om het opgelost te krijgen. Ja. In sales is dat eigenlijk niet anders. Je verkoopt iets, dat moet voldoen aan de wensen van een klant, waar hem liefst tevreden mee is na verloop van tijd. Ja. Je mag je eigen doelstellingen niet vergeten. Mm-hmm. Je hebt methodes om dat in kaart te brengen, maar laat die methodes niet primordiaal zijn. Ja. Ja. En daar komt het talent, denk ik, en de intuïtie van een verkoper in het algemeen wel bij kijken. Ja. De basis is talent en intuïtie die je misschien opgebouwd hebt door gedragsstijl over de jaren. Mm-hmm. En dan kan je natuurlijk methodes aanleren die jou daar kunnen bij helpen, maar de methoden op zich... Ja. Ik heb mensen die me tegenspreken, en Jan-Roel, het is best mogelijk dat er mensen zijn die het... Ik ken iedereen met een boek, dat ging over je kunt niet leren verkopen in een seminar, je kunt geen fiets leren bereiden in een seminar. Ja, en die persoon die dat boek geschreven heeft, was absoluut niet positief over zelfverkopen. Die heeft dan een methode gevonden om het zeer analytisch en pragmatisch aan te pakken en gaf aan dat iedereen wel kan leren verkopen. Ja. Hij heeft dat ook bewezen. Dus ik zou zeggen, nooit, maar wat mij betreft, de goede verkopers hadden toch altijd wel iets intuïtief. Tuurlijk, en talent mee... Francis, eigenlijk hebben we allemaal gelijk in de zin van, iedereen kan leren fietsen uiteindelijk, maar niet iedereen wordt fietskampioen. Ja. En een verkoper moet wel kampioen zijn, want de eerste plaats is het enige wat telt, want de tweede heeft geen contract in. Klopt. En dat is wel het verschil. Iedereen kan leren fietsen, net zoals iedereen kan leren verkopen, maar niet iedereen kan de deal binnenhalen. Want daar heb je betere mensen voor nodig. Wel, en daar heb je dat talent voor nodig. En dat is volgens mij wat je ook zegt, je hebt die basis, dat talent, die passie en al die andere dingen. En dan kun je een disc gaan inzetten, een spin en een diba, dibida en een spadeco en alles wat je hebt. Ja, en een AIDA. Ja. Ja. Maar je kunt moeilijk zeggen, goh, ik kan niet zo goed verkopen, ik ga maar een keer AIDA proberen. Of ik ga maar een keer disc proberen. Ja. Want degene die disc, die ziet alleen maar kleuren in klanten. En degene die spin heeft geleerd, ziet alleen maar implicaties en problemen bij klanten. En je creëert er geen verbindend verkoop mee. En in feite, wat mij betreft, de dag van vandaag is verbindend leiderschap. Ja. Het keyword in ondernemingen om mensen intrinsiek te motiveren en zelf ook intrinsiek gemotiveerd te zijn. Want hoeveel leiders zaten niet op plaats? We spraken over de gouden kooi, waar ze eigenlijk niet hoorden. Ja. Maar er toch geraakt zijn omwille van vanzelfsprekende evolutie in hun loopbaan, om dan ongelukkig te worden, burn-out te krijgen en zo verder. Ja. Dus in feite doen wat je graag doet en aanvoelen waar je goed in bent en jouw eigen talenten ontdekken en in feite in verkoop ook verbindend werken met mensen. Dus zonder verbinding creëer je niks. Hè. Ja, maar ik kom eigenlijk terug tot stap 1 waar we begonnen zijn. Ja. Het vertrekt vanuit jezelf. En ten tweede verbinden, daar is waar verkopen is een verbindend proces. En wat veel mensen vergeten is, dat moet tot een verbindenis leiden. Mm-hmm. Want anders zijn we alleen maar verbonden voor de fun. Dat is een absoluut realiteit. Ja. Heel veel verkopers kunnen niet afsluiten. Ja. Veel goede verkopers denken dat verkopen, praten is de persoon overtuigen om dan te zeggen ik ben weg en ik kom nog wel eens terug. Ja, als ik zeg, we hadden een goed gesprek, alles was oké, maar waarom heb ik niet afgesloten? Ja. De durf, en daar komt misschien het rode van disc wel iets naar boven, waar diegene dan misschien meer, hè, dus de intuïtieve speler, het talent heeft om met mensen te praten en verbindenis te creëren, heb je natuurlijk ook de drang nodig om iets af te sluiten. En dat vergt meestal voor mensen die graag aanvaarding krijgen van anderen, want verkopers zien altijd wel graag wat aanvaarding van iemand anders, dan is het cruciale moment waarop die aanvaarding bevestigd wordt of niet. Ja. En als dat dan niet bevestigd wordt, dan is eigenlijk kans hun verkoopspraat van dat moment vervalt. Ja, want het is een persoonlijke aanvaarding, hè, voor gele mensen. Zo is het. Elke verkoper heeft toch wel iets van... Ja. Ik zou die graag verkocht krijgen en als dat niet doorgaat, dan heb je toch een stukje afstoting in feite dat gecreëerd wordt naar jezelf. Ja. Of afstotingsgevoel. Ja. En daar durven we mee geconfronteerd worden. Die timing om dat te doen is cruciaal. Als je dat te laat doet, is te laat. Doe het te vroeg, is te vroeg. Maar te vroeg is niet erg, dan kun je verder. Als te laat is, heeft iemand anders een deal meegenomen. Te vroeg, ik heb ooit geleerd dat mensen 4 keer nee zeggen voor ze ja zeggen. En dat is omdat je meestal te vroeg bent. Ja. Maar dat is niet erg, dan zeggen ze nee, dan gaat het verder. Maar als je die nee persoonlijk neemt, kun je niet meer verder, dan zijn je de balans gebracht. En dan, als er geen verbinding is, heb je natuurlijk ook minder mogelijkheid om naar een confrontatie in ja of nee te gaan. En, ik zie dat in teamwork ook, als je in teamwerk werkt, is het een van de belangrijkste elementen om uiteindelijk vertrouwen te hebben in elkaar. Ja. Als dat vertrouwen er is, kun je ook al eens nee zeggen tegen elkaar. Klopt. Als er geen vertrouwen is, wordt het persoonlijk genomen. Ja. En als je het persoonlijk neemt, dan ontstaat er natuurlijk irritatie. En een verkoper die irritant wordt, dat is even goed als, als een deal laten mislukken. Wat ik merk, als ik u hoor spreken, eigenlijk in essentie is te zeggen, kijk jongens, zorg dat je de dingen doet waar je passie voor hebt, waar je een drive voor hebt, waar je talent voor hebt,
En dan kun je van daaruit beginnen te bouwen met een aantal modellen, inzichten. Je gaat natuurlijk klanten moeten ontmoeten en zo verder. En dan is het te verbinden. Ja. Dan is het verbinden met die klant niet alleen verbinden met u, maar ook met uw product, met uw bedrijf, tot een verbintenis komen. Ja. En vooral niet de dingen doen die je leert, maar ze gewoon toepassen op momenten dat dat een keer bruikbaar is. En niet omdat Spin zegt nu is het tijd om de P en dan de I te doen. Absoluut. Maar een keer gewoon uw gezonde intuïtie laten werken. Als ik het... Dat zijn hele lessen die ik geleerd heb, is misschien dat ik mezelf nog vroeger had leren kennen als ik, zoals ik ben, op een vroegere leeftijd. Veel mensen laten zich eigenlijk een beetje niet gewissen over wie ze zijn of willen het niet inzien. Ik denk dat het heel belangrijk is voor goede verkopers om te weten wie ze zijn, wat hun sterke punten zijn, wat hun zwakke punten zijn, of verkoop inderdaad aansluit bij hun intrinsieke motivator, zoals het gezegd wordt, en anders andere richtingen te zoeken. Ja, daar ben ik het absoluut mee eens. En eigenlijk kunnen we wel zeggen dat dat voor elk beroep zo is, als je het weer absoluut, bekijkt, eigenlijk wel. Ja, dus voor elk beroep van toepassing. In verkoop dus, heb je natuurlijk altijd die constante confrontatie met andere mensen. Ja. Francis, laten we hier dan bij eindigen, want dat is een hele mooie om te eindigen, dat je eigenlijk moet doen waar je goed in bent, waar je je passie in vindt, en dat je de durf moet hebben om dat ook te veranderen als het niet is voor u. En gewoon een ander beroep te kiezen, een andere bezigheid. En de relevante dingen blijven doen en niet de dingen die toevallig in het model staan. Het lijkt me dat het is. Ik denk dat dat een prachtige afsluiting is, Jean-Roel. Francis, bedankt voor het interview. Het was me heel fijn. En tot de volgende gelegenheid. Graag tot de volgende keer. En voor jou, beste verkoper, ook tot de volgende aflevering. Tot ziens. Dag.